Op deze eerste paasdagmorgen en ook zo de Heer het geeft morgenochtend op tweede paasdag wordt Gods woord verkondigd vanuit Johannes 11, vers 25. De woorden die de Heer Jezus daar spreekt tot Martha: ik ben de opstanding en het leven. Dat is ook het thema voor de prediking, zowel vanmorgen als ook morgenochtend. Ik ben de opstanding en het leven. Drie lijnen vanmorgen, deze woorden spreekt de Heer Jezus allereerst voor Lazarus' graf. Deze woorden spreekt de Heer Jezus voor zijn graf. En deze woorden spreekt de Heer Jezus voor uw, jouw en mijn graf. Deze woorden spreekt de Heer Jezus voor Lazarus' graf, voor zijn graf en voor mijn graf. Er stonden verslagen, gemeente, die namiddag ergens in een ziekenhuis in het land rondom het bed van oma. Een van haar kleinkinderen had haar die morgen aangetroffen. Geveld door een hersenbloeding lag ze op de grond. Oma stond bekend als een stille, lieve en godvrezende vrouw. In de kamer waar ze lag, lag haar Bijbel nog opengeslagen. Oma was een vrouw van weinig woorden. Ik denk dat het ook kwam door het plotseling en ingrijpend sterven van haar man op jonge leeftijd, toen zij als moeder met twee kleine kinderen achterbleef. Waren allemaal verbijsterd en verslagen. En niemand zei wat. Rondom het bed stonden de kleinkinderen. En terwijl allemaal stil staat te kijken, zei een van haar kleinkinderen, een jongetje van 8-9 jaar, opeens: was de Heere Jezus hier maar. En iedereen begreep wat hij bedoelde te zeggen. Dan kon hij oma nog beter maken. Niet alleen grote mensen, dus ook kleine kinderen stellen die vraag: was u hier maar? Daar in het ziekenhuis een aantal jaar geleden, maar ook hier in de geschiedenis van vanmorgen. Een volwassen vrouw die tegen Jezus zegt: was u er maar. Dan was mijn broer Lazarus niet gestorven. Het zou zomaar kunnen dat er onder ons zijn, en misschien ook wel gevoed door een prediking, die denken dat deze vraag vanuit ongeloof wordt gesteld door Martha. Daar geloof ik helemaal niets van. Nee, Martha gelooft in Jezus. Net als haar broer Lazarus. En ook haar zuster Maria. En dat niet alleen, het zijn niet alleen discipelen van de Heere Jezus, zoals er in die dagen tientallen waren die geloofden in de zaligmaker. Het zijn ook Jezus' beste vrienden. Evangelist Johannes benadrukt het heel met klem. Jezus had niet hen lief, die familie, drie vrijgezellen. Een vrijgezelle man Lazarus, een vrijgezelle vrouw Maria en een andere vrijgezelle vrouw, Martha. Maar de evangelist benadrukt het ook persoonlijk. Jezus had Lazarus persoonlijk lief. Martha, Maria. Ook hij had net als wij behoefte aan vrienden.
Mensen die je nemen zoals je bent. Met je lek en gebrek. Met je schaduwkanten. Bij wie je jezelf kan zijn. En die je kan vertrouwen. En Jezus kon zichzelf zijn in het huis van Martha, Lazarus en Maria. Omdat hij bij zijn vrienden was. Martha gelooft in Jezus. Geen ongeloof. Maar zoals dat kind in dat ziekenhuis dat zei. Zo zegt zij het hier. Was de Heere Jezus er maar. Kinderlijk vertrouwen in de almacht van Jezus. En wat heeft ze dat meer dan eens gezien. Ook in de jaren dat ze Jezus uit Nazareth al kent. Zijn macht, zijn heerlijkheid. Hoe hij wonderen heeft verricht. Mensen heeft opgericht van een krank en van een ziekbed. En wat heeft ze zich daarover verwonderd. En wat heeft ze zich daar samen met haar zus en met haar broer in verblijd. En ik vermoed zomaar dat ze ook regelmatig als Jezus aankwam in Betanië tijdens de grote feesten in Jeruzalem om daar de dagen door te brengen. En vanuit dat nabijliggende plaatsje op steenworp afstand van Jeruzalem de stad te bezoeken. En zich vervolgens weer te kunnen terugtrekken in het huis van zijn beste vrienden. Ze zullen ongetwijfeld ook met Jezus over zijn machtige daden en zijn heerlijke woorden gesproken hebben. En wat hebben ze daarin God groot gemaakt en wat hebben ze daarin de Heere gedankt. Nee, geen ongeloof. Laten we haar recht doen in wie ze is. Maar laten we ook recht doen aan de verslagenheid bij Martha en Maria, je broer. Met wie je niet alleen bloedbanden hebt, maar ook geestelijke banden. Wat een zegen. Als je zo'n familie mag hebben. Waar meerdere of misschien ook wel alle broers en zussen de Heere mogen vrezen. Ze verwijt de Heer Jezus trouwens ook niet dat hij weg is gebleven. Ik vermoed zomaar dat ze dat niet eens weet. Dat de Heer Jezus 2 dagen gewacht heeft voordat hij zich in beweging zette vanuit het noorden naar Betanië. 3 dagen geleden kwam dat bericht binnen. Lazarus is ernstig ziek. En om die afstand te kunnen overbruggen van Betanië naar Galilea, waar de Heer Jezus op dat moment is en die boodschap hoort, moeten de boden een dag lopen. Zullen ze die boden hebben weggestuurd toen Lazarus een klein beetje koorts of verhoging kreeg? Ik denk het niet. Maar in deze tijd waarin aan medicatie bijna niets voorhanden is, kan een koorts in 1 dag mensen vellen. We kunnen ons dat trouwens nauwelijks meer voorstellen, gemeente. Maar toen ik mijn kennismakingsverzoek aflegde in mijn eerste gemeente, even ter illustratie, was ik bijna ouder gemeentelid. En die vertelde dat haar zusje 's morgens op straat was gevallen, de knie had beschadigd, er was vuil ingekomen, koorts sloeg. Bloedvergiftigingen in een dagtijd als overleden. Wat zijn wij gezegend met medicijnen. Maar in deze tijd, de dagen van de zaligmaker, ligt dat dus anders. Ze zullen ongetwijfeld de bode hebben aangespoord om haast te maken. Maar toen ze aankwamen en Jezus verwittigde van de boodschap die ze moesten overbrengen. Uw vriend Lazarus is ziek. Toen hoorde Jezus die woorden en hij bleef. 2 dagen wachten, 1 dag reizen, er zijn 4 dagen voorbij. Tussen het moment dat Martha en Maria de bode stuurden en dat Jezus komt. Daar staat hij nou voor haar, als u er was geweest. Dan was mijn broer niet gestorven. Let u even op de reactie van de Heere Jezus. Als Martha deze woorden uitspreekt tot de zaligmaker, kijkt u maar even met me mee. Vers 21, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven.
Maar dan blijft het daar niet bij. Dan zegt Martha direct in één adem de ter achteraan. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Laat ze het open. Is er toch iets van verwachting in het hart van deze verslagen zuster, de zus van Lazarus? Is er toch een sprankeltje hoop op de bodem van haar hart, waardoor ze het niet kan geloven dat ze nu zich bij de feiten moet neerleggen en alleen aan de zaligmaker kan laten zien het bed waar Lazarus op heeft gelegen en hem mee moet nemen naar de begraafplaats van Betanië om hem te plaatsen voor de steen die scheiding maakt tussen het leven voor die steen en de macht van de dood achter die steen. Maar wanneer de Heer Jezus met haar verder ook in gesprek gaat, vers 23 zit ik nu, en dan zegt hij direct daaroverheen, uw broeder zal weder opstaan. Martha grijpt die woorden aan om haar geloof te belijden in de opstanding der doden. Ik weet dat mijn broer zal opstaan in deze laatste dag. Was dat trouwens een zegen? Als je mag geloven in de opstanding. En wat is het een zegen als je mensen ontmoet die daarin geloven? Dat is niet meer vanzelfsprekend. En soms wordt dat op een hele brute manier uitgesproken. Mag ik zomaar eens een voorbeeld noemen, gemeente, uit de praktijk, maar dat is wel de tijd waarin onze kinderen opgroeien. Het was in die eerste gemeente dat ik een begrafenis moest leiden van een godvrezende man, die tot ruimte was gekomen en ook een heerlijke getuigenis van had afgelegd. Een bewogen leven lag achter hem. En de man had één broer. We kwamen terug van de begraafplaats. En zoals het in Werkendam gebruikelijk was toen, werd de begrafenis daar afgesloten in de zaal. De zaal zat vol met mensen. En daarom kan ik het vertellen, het is in het openbaar gebeurd. Sloot af met een stukje lezen en gebed. Het amen had nog niet geklonken of die ene broer riep keihard door de zaal. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Dat is naar de wereld. Dat is nou het verschil. Geloven in de opstanding of niet, dat hebben we ook weer gehad. Heb je goed in de gaten dat dat jouw leven is als je de Heere Jezus niet kent? Heb je geen hoop? Geen verwachting? Geen troost? Niets? Helemaal niets. Martha beleidt haar geloof in de opstanding der doden. Zo heeft ze haar broer begraven. Het galmde door haar hart toen de steen werd gerold voor het graf van haar broer. Opstanding. Daar heeft ze haar zus mee vertroost en omgekeerd haar zus haar, onze broer, zal opstaan. Ze heeft de woorden nog nauwelijks uitgesproken en dan zitten we in onze tekst of de Heere Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wat is dat voor een reactie? Laat ik het maar gewoon heel menselijk zeggen, gemeente. Waarom zegt Jezus dat hier? Is het trouwens ook wel het juiste moment om je zin te beginnen met ik? Als je mensen ontmoet die verslagen en verdrietig zijn, dan passen we toch op onze woorden.
dan wegen we onze woorden toch af. Dan proberen we recht te doen aan de ander met zijn of haar verdriet, met zijn verslagenheid, met zijn vragen en met zijn moeite. Als u condoleren gaat bij iemand thuis of in een besloten omgeving waar het mogelijk is om met iemand in gesprek te gaan, met een rouwdragende familie, dan begin je toch ook niet met ik. Dan ben je voor hem of voor haar. En dan zeggen we zo weinig mogelijk. Misschien wel helemaal niets. Dan luisteren we. Bidden we. En gaan we weg. Dan is zwijgen soms beter dan spreken, zeggen we. En hier zo dwars door die machtige belijdenis van Martha, ik weet het. Ze zegt niet, ik vermoed, ik hoop, twijfel wel eens. Nee, zeker weten. Ik weet het zeker dat hij zal opstaan op die jongste dag. Als de doden zullen opstaan en als de graven geopend zullen worden, als de Christus, als u, o Zoon van God, terug zal komen, dan zal mijn broer ook herrijzen uit het stof en in zijn heerlijkheid u tegemoet gaan, opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. Dan zou je verwachten dat Jezus toch zegt, amen Martha, het zal waar en zeker zijn, ik sta ervoor in. En dan in één keer eroverheen, ik ben de opstanding. Hij zegt niet, Martha, wat heerlijk hè, dat ik straks ook Lazarus zal oproepen uit de dood. Nu moet hij nog even wachten. Nu moet hij rusten. Nog niet alles is volbracht. Ik ben onderweg naar Golgotha, naar het lijden en sterven. En daarna zal ik worden opgenomen in heerlijkheid. En zal ik plaatsnemen aan de rechterhand van mijn hemelse Vader. Ik weet ook niet het moment waarop ik terug zal komen op de jongste dag. Dat weet mijn Vader alleen. Maar wat is het een heerlijke gedachte dat we Lazarus mogen laten liggen in het graf in de wetenschap. Dat ik die plaats ken. Dat ik weet waar ik mijn vriend zal opzoeken om hem terug te roepen uit de dood. Helemaal niets. Jezus kijkt niet vooruit. Ik zal hem doen laten opstaan. Hij zegt ook niet tegen Martha, Martha, eerst moet ik nog opstaan. En dan pas de opstanding daarna. Hij zegt, ik ben. Nu. Op dit moment. Ik ben de opstanding. Kan dat wel? Is Jezus niet te voorbarig? Loopt hij niet op de feiten vooruit? Overschreeuwt hij zichzelf niet? Je moet het eerst toch maar nog bewijzen. Opstaan. Laat het er maar eerst eens zien. En dan zullen we geloven, toch? Zei Thomas. Eerst zien. Wordt Martha hier niet blij gemaakt met een lege boodschap? Goed bedoeld woord. En waarom vestigt de Heere Jezus op dit belangrijke moment in haar leven de aandacht op hem? En niet op God? Kunnen deze woorden wel gezegd worden voor Lazarus' graf? Horen ze eigenlijk niet pas gezegd te worden na Jezus graf. Nadat hij is opgestaan uit de doden.
Nadat hij bewezen heeft de dood te overwonnen hebben, de macht van de dood gedood te hebben en verslagen achtergelaten te hebben liggen in het graf. Loopt Jezus niet op de feiten vooruit? Alles ligt nog voor hem. Het lijden, Gethsemane, Golgotha, graven worden. Wat bedoelt Jezus met die woorden? Opstanding. Als wij op het eerste gehoor, gemeente, en ik zit nu in het tweede punt. Het woord opstanding horen, dan vullen we het voor onszelf eigenlijk al in. Hele bekende woorden. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, opgestaan. Zoals wij ook in de achterliggende maanden de heilsfeit in die volgorde hebben herdacht. Geboren, kerst, geleefd onder ons, hebben geluisterd naar het evangelie, bijvoorbeeld Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Geleden, gestorven op Goede Vrijdagavond, begraven en vandaag opstaan. Alles ligt achter Jezus. Voor hem ligt het eeuwige leven. Hij heeft, o God, van u begeerd het leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen van deze hemelvorst vermeerd. Zo leeft hij van nu aan tot in der eeuwigheid. Maar wel in die volgorde. Eerst geboren worden, leven, lijden, sterven, begraven, opstaan. Maar hier, met het oog op het gesloten graf van Lazarus en nog voor het open graf in de hof van Jozef van Arimathea, zegt Jezus: ik ben de opstanding. Niet ik straks zal straks opstaan, ik ben het nu. Waarom zegt Jezus dit? Om dit te kunnen begrijpen, gemeente, hebben we het Johannes-evangelie nodig. En dat is trouwens paas. Geloven gaat in tegen wat wij zien. En wat zien wij? Geboren, leven, lijden, sterven, begraven. Dat is wat we zien. We zagen het gisteren weer. De begraafplaats hier in Sliedrecht. Een van ons werd op stille zaterdag begraven. Ze werd geboren. Ze heeft geleefd, ze heeft geleden, ze stierf, gisteren begraven, met het oog op de opstanding. Dat is wat we zien. Maar met Pasen, gemeente, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, wordt onze wereld op zijn kop gezet. Het geloof roeit altijd tegen de stroom in. Pasen begint niet bij het graf. Al is het dan een leeg graf. Opstanding is niet de volgende stap. Naar lijden, sterven, begraven. Opstanding is het leven. Kijk u maar mee, de Heer Jezus zegt er met grote klem in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wat opvalt is dat de Heer Jezus opnieuw een van die bekende uitspraken doet, ik ben. In het Johannes evangelie staan er 7. En dat is natuurlijk niet zonder reden. De evangelist heeft erover nagedacht, welke van de vele uitspraken die Jezus heeft gedaan over zichzelf hij zal opnemen in zijn evangelie. Aan het slot van zijn boek geeft hij daar ook een verantwoording van. Hij heeft er 7 uitgekozen die Jezus heeft uitgesproken. Bekende uitspraken die wij ook kennen. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur der schapen. Ik ben het brood. Ik ben het water. En bij al die verschillende uitspraken kwam ook steeds het woord leven mee. Ik ben de goede herder,
De goede herder stelt zijn leven voor de schaap. Ik ben het water des levens. Ik ben het brood des levens. En hier bij deze zevende en laatste uitspraak in het Johannesevangelie zegt Christus met grote klem: ik ben de opstanding en het leven. Bij al die verschillende uitspraken komt dat ene woord leven steeds terug, waarmee Jezus wil duidelijk maken: wil je het hart van dit geheim verstaan? Ik ben de ware wijnstok, ik ben het brood, ik ben het water. Dan is de sleutel tot dat geheim het woordje leven. En daar ligt nou vanmorgen al de eerste lijn naar deze dag. Om de opstanding te kunnen begrijpen, moeten we niet naar het graf. Maar mogen we beginnen bij het leven. Pasen begint niet bij de dood. Maar bij God. Waarom? Omdat het Johannes-evangelie ook voortdurend benadrukt. Dat is de inzet van het Johannes-evangelie. Ik wil voor één keer met u terugbladeren, gemeente, omdat ik dat vandaag en morgen nodig heb, naar het eerste hoofdstuk. Johannes 1. Het evangelie zet hoog in, namelijk bij God. Evangelist begint als volgt: in de beginnen. Dat zijn ook de eerste woorden van de Bijbel, hè? In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en de geest van God zweefde over de water. En dan gaat God spreken en roept hij het leven tevoorschijn. Johannes begint ook bij God. In de beginnen was het woord. Het woord was God bij God. Het woord was God. Dit woord was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding dat gemaakt is. In het woord is het leven. En het leven is het licht der wereld. Hier staat hij. Jezus. Het vlees geworden woord. Hij komt bij God vandaan. Zijn woonplaats was de schoot van zijn vader. Dat was een leven, liggend aan de borst van zijn hemelse vader. En samen met de Vader en de Heilige Geest heeft het woord alles geschapen. God bracht alles voort. En zo staat Jezus hier oog in oog met Martha en Maria. Zo staat hij voor het gesloten graf van Lazarus. Zo staat hij voor het open graf van hem dat achter het graf van Lazarus ligt. Als het leven dat bij God was, onder ons is gekomen en nu bij Martha en Maria in Betanië aangekomen is. Jezus draait onze wereld op zijn kop. Plaats de opstanding en het leven niet achter het graf, maar plaats zichzelf voor het graf. Levensvorst. Ik ben de opstanding en het leven. Laten we even erbij stilstaan, gemeente.
voordat we verder kijken. Anders zouden we Jezus in zijn heerlijkheid, ben ik bang, tekort doen. Wat een macht, hè? Wat een majesteit. Kijk eens wie daar staat. Geen groot imponerend figuur. Geen koning in vol ornaat. Maar een man die als zometeen het graf van zijn vriend wordt geopend, breekt en gaat huilen. Zoals u en ik breken als een van ons wordt begraven. Een mens van gelijke bewegingen zoals u en ik, met al zijn emoties die aangeslagen raakt. Als zometeen Maria bij hem komt en diezelfde woorden tegen hem spreekt die Martha al zei. En dan merk je dat dat niet zomaar een gedachte is. Dat leeft in het hart van Martha. Maar wat ze met z'n tweeën hebben gedeeld. Twee verslagen zussen. Twee verslagen mensen. Ook Maria zegt het tegen Jezus. Als u er was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. En dan staat er geen kille onbewogen man die achterloos die woorden naar zich neerlegt en doorloopt, raakt het hem. Wordt hij ontroerd. Zo komt het leven tot ons. Als een gewoon mens, huilend, verslagen. En de opstanding. Zomaar even een zijlijntje. Wij mogen dus huilen. Als iemand sterft. We mogen huilen ook wanneer iemand goed is heen gegaan. Wij zouden vandaag de dag zeggen, Lazarus heeft een goede ruil gemaakt. Wij mogen verslagen zijn en ook verslagen terugkomen. Omdat Jezus net als wij mens is geweest. Huilde en verslagen was. Dat doet naar de woorden die de zaligmaker hier uitspreekt. Ik ben de opstanding en het leven, geen afbreuk. Maar dat maakt dat deze machtige woorden zo dicht tot ons komen. Dat ze ons hart kunnen raken. Ze worden niet uitgesproken door iemand die boven ons leven staat. Ze worden niet uitgesproken die aan de zijlijn van het leven staat. Ze worden niet uitgesproken door iemand die niet weet wat we meemaken in het leven. Maar ze worden gesproken door iemand die door ons leven heen is gegaan en ons leven heeft uitgeleefd. Ook als het gaat om rouw, verdriet, verlies, heimwee, pijn en gemis. Juist dan worden die woorden actueel. Het gaat dus ook ergens om vandaag. Het gaat ten diepste om de vraag, geven we de dood de eer door niet in Jezus te geloven? Of knielen we in aanbidding neer voor hem die gesproken heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Die woorden klinken juist in het aangezicht van de dood. Hij is de opstanding en het leven. Dat betekent dat hij de volgorde omdraait en dat de opstanding dus vooraf gaat aan de dood. Voordat de dood sinds Genesis 3 verwoestend om zich heen begint te grepen. Voordat de dood af ging breken wat door God in al zijn schoonheid en harmonie was geschapen. Voordat de dood zijn verwoestende gevolgen ook laat zien op een kerkhof en in een graf. Was het leven er al en het leven is dus nooit weg geweest. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. Het woord is vlees geworden. En het woord is het leven. Het is nooit weg geweest. Omdat God
altijd leeft. Jezus spreekt die woorden uit voor zijn graf. Eén lijn nog en dan gaan we naar het derde punt. Hoe kijkt hij trouwens tegen deze gebeurtenis aan? Wanneer wij worden geconfronteerd met een overlijden, dan overmant het ons, dan zijn we verslagen en dan komen de herinneringen boven. Verhalen, foto's, andere dingen die we met elkaar delen, waardoor ons verdriet ook steeds meer en meer een gezicht krijgt. Het gezicht van de overledene. We kijken terug. En als we in de dagen van rouw vooruitkijken, dan zeggen we tegen elkaar: ik zie er heel erg tegenop. De dag van begraven komt steeds dichterbij. Toen Jezus de tijding kreeg dat zijn beste vriend Lazarus ernstig ziek was en op sterven lag, zei hij het volgende. Kijkt u even met me mee, vers 3 en 4 van hoofdstuk 11. Hij kreeg de boodschap binnen door middel van de bode. Zijn zusters dan zonden tot hem, tot Jezus, zeggende: Heere, zie. En dan zeggen ze nog niet eens: Lazarus, onze broer. Nee, ze appelleren op zijn liefdesband, op zijn vriendschap. Heere, die gij lief hebt, is krank, is ziek. En dan is de reactie van de Heer Jezus als volgt. Hij dan dat horende zeide: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid van God, opdat de Zoon door dezelve verheerlijkt wordt. Vanaf het allereerste moment plaatst Jezus de ziekte en daarna het overlijden van Lazarus in het licht van de toekomst. In tegenstelling tot onze reactie wanneer wij bij een ziek en een sterfbed worden geroepen en we niet verder kunnen kijken dan het moment van dan en alleen nog maar terug kunnen kijken op alles wat achter ons ligt en die herinneringen met elkaar gaan delen, kijk de zaligmaker van het allereerste moment vooruit. De toekomst in. Opnieuw gemeente, de opstanding draait ons leven op zijn kop. Het plaatst het leven in het licht van de toekomst, van de hoop. Laten we even die woorden die de Heer Jezus uitspreekt rustig bekijken. De heerlijkheid van God. Wat bedoelt Jezus daarmee? Wel, zo op het eerste gezicht, als we die woorden horen, dan denken we meteen aan dat machtige wonder wat zometeen en wat morgen centraal staat, namelijk dat Lazarus teruggeroepen wordt uit het graf. Hoe openbaart God daar zijn heerlijkheid, zijn macht en zijn majesteit? En hoe laat de Heere Jezus op dat moment ook zien dat hij inderdaad de opstanding en het leven is? En toch, gemeente, doen we God op dat moment tekort. Door zijn heerlijkheid te haken aan het moment daar en toen. Lazarus die opstaat uit de dood. En dat woordje heerlijkheid, dat is een van die grondlijnen in het Johannes-evangelie. Het is de zaligmaker die die woorden ook weer in zijn mond neemt nadat Lazarus opgewekt uit de doden. In Johannes 12 bijvoorbeeld. Hij weet dan dat zijn uren gekomen is, dat hij overgeleverd zal worden aan de Romeinse soldaten om te gaan lijden en te gaan sterven. En dan raakt zijn ziel bewogen, vol emotie. De diepste gevoelens die leven in het hart van de middelaar, die komen omhoog. En hij kijkt dan naar boven, naar zijn vader en hij bidt: Vader, verheerlijk uw naam. En als antwoord op het gebed van de zoon klinkt de stem van de vader: ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. De heerlijkheid van God gaat dus verder. Stopt niet bij het graf van Lazarus. Maar gaat mee naar Jeruzalem. Is er in de zaal van Caiaphas. Is aanwezig op Golgotha.
en breekt in al zijn glorie en heerlijkheid door op die eerste dag van de pas begonnen week. Als het lege graf verkondigt, hij is hier niet, hij is opgestaan. Het is de heerlijkheid vol van genade, vol van waarheid, die openbaar komt in Jezus, de Zoon van God, Gods enige geboren en veelgeliefde Zoon. Het sterven van Lazarus en de opstanding van Lazarus is dus een voorspel van het sterven van de vriend van Lazarus en de opstanding van Lazarus. God openbaart zijn heerlijkheid. Hoe dan? Wel doordat de Zoon laat zien, ik ben. Ik ben het alleen. Zonder hulp van anderen. Zonder de helpende hand van mijn Vader. Sta ik op uit de dood. Omdat ik het leven ben. Die woorden klinken vanmorgen op deze eerste paasdag ook met het oog op uw en mijn graf. Zoals u en ik van nature vanaf onze geboorte in het leven staan, denken wij in de volgorde. We hebben een leven voor ons. Jij denkt ook zo. Ik ook. We hebben onze verwachtingen van het leven. Onze idealen. En voordat je zo oud bent, zeg je tegen jezelf, wil je dat bereiken en dat behalen. En wat erna komt, dat denken we even liever niet aan. Maar soms onwillekeurig word je mee geconfronteerd. Ziekte. Verzwakking. Lijden misschien. En dan komt het sterven. Wat voor ons ligt en hoe het zal gaan, weten we niet. Eén ding weten we wel. Er ligt een graf voor ons. Hoe sta je nou met leven? Leef je vanuit houding, nou ja, goed, dat is ook het leven. Nou, zo ligt het nou eenmaal. Misschien geloof je ook nog wel in een opstanding. Dat heb je van huis uit meegekregen, dat hoor je in de kerk. En om nou te zeggen dat er helemaal niets is na het sterven, nee, de meeste mensen ook buiten de kerk geloven dat er wel iets is. Hoe het voor de rest ook wordt ingevuld. Maar Pasen zet onze wereld op zijn kop. Als de Heere waarlijk is opgestaan, en dat is Hij, dan komt Hij vanmorgen op deze paasdag tot u, tot jou en tot mij. En Hij zegt, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En met dat Hij dat uitspreekt, ook op deze eerste paasdag, plaatst Hij in één keer ons op achterstand. Wordt al onze verwachtingen die we hebben misschien nog van dit leven in één keer achtergesteld ten opzichte van zijn woorden, wordt dat geschiedenis, dat vergaat? Daar blijft straks niets van over. Toen we gisteren op de begraafplaats van Sliedrecht liepen, mag ik het maar heel eenvoudig een keer zo zeggen, gemeente, maar dan begrijpt u meteen wat ik bedoel, zag ik op de grafzerken nergens een banksaldo staan. G
geen lange waslijst met idealen. Er stonden namen en twee datums. Geboren, gestorven. Maar bij dit graf, waar we door het paasevangelie van morgen bij komen te staan, niet het graf van Lazarus, maar van hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven, staat geen geboortedatum, staat geen overlijdensdatum, er staat nou niets. Want daar is niets meer. Het leven dat Christus is, is niet in de dood te vinden. Maar de buit. En dat leven begon in de eeuwigheid. Het woord was bij God. Dat leven is vlees geworden onder ons en heeft onder ons gewoond. Dat leven heeft het leven niet afgelegd. Toen het werd weggedragen en neergelegd werd het lichaam van de zaligmaker in het graf van de hof van Jozef en Arimathea. Nee, zoals Jezus het zegt over zijn vriend Lazarus. Lazarus, mijn vriend, slaapt. Zo mogen we terugziende op de achterliggende dagen het ook tegen elkaar zeggen. De Heer heeft gerust van zijn werk. Alles is volbracht. Het is Shabbat geweest, de rustdag ligt achter ons. En nu op die eerste dag van de pas begonnen week ligt het leven weer voor ons. Het leven dat Jezus Christus is, die gesproken en bewezen heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Kijk, dat woord maakt nou vanmorgen ook de scheiding in het midden van de gemeente. Al weten we allemaal van elkaar, eens eindigt ons leven in het graf. Er zijn onder ons twee verschillende verwachtingen. En zijn er onder ons die tegen elkaar en tegen de Heer mogen zeggen, nog even. En ik ga rusten. Ik vind dat altijd een prachtige uitdrukking op zo'n grafsteen. Hier rust. Tot de jongste dag. Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik toch even denken aan een bijzondere traditie in mijn vorige gemeente. Ik denk dat ik wel een keer eerder verteld heb, jaren geleden nog in de oude kerk, maar op deze paasdag heeft dat denk ik ook kracht. Wat is nou het geval? Op het moment wanneer op Urk iemand op sterven ligt, dan gaan de familie en vrienden naar de stervende toe en dan zeggen ze tegen elkaar, we gaan hem of haar genacht zeggen. Genacht, dat zeg je kinderen als je s'avonds naar bed gaat. Dan zeg je tegen je vader en moeder op Urk, genacht. Jij zegt wel trusten. Kinderen op Urk zeggen genacht. Genacht zeg je ook als je als volwassen kerel in de nacht van zondag op maandag naar zee gaat om te vissen. Dan ga je voordat je de haven uitgaat nog altijd, als je haar nog mag hebben, bij je moeder langs. Om genacht te zeggen. Zodat je weet, als ik op zee blijf, is het goed met mijn moeder. En genacht zeg je ook, wanneer je elkaar voor het laatst ontmoet op een sterfbed. Dan zeg je, genacht broer, genacht zus, welterusten. Want wie gelooft dat Jezus de opstanding en het leven is, die sterft niet meer. Die is door Jezus gestorven. Die legt zijn hoofd op zijn kussen in de schoot van zijn hemelse Vader. Rustend op de belofte, ik ben de opstanding en het evangelie. Gelooft gij dat? Ja, Heere, ik geloof het
En daarom ga ik slapen. Omdat ik weet, morgen maakt u mij wakker. Amen.